project RVBO omvat eigenlijk 18 knooppunten. Daarvan zijn er 4 die versneld worden uitgevoerd. We noemen dat zogenaamde quick wins. Eén daarvan bevindt zich in Oostakker, dat is het Turbo Verkeersplein. Een ander is een fietsbrug over de R4 in Mariakerke. En dan hebben we voor Zone West specifiek nog 2 quick wins. Zijn de eentje aan de Hoogstraat, een fietsbrug over de R4, die een betere verbinding zal geven met Kluizendok. En anderzijds hebben we een fietsbrug over Tovaal, binnen Tovaal over de R4. Dat is ook een andere quick win. De andere 14 knopen zullen dan pas uitgevoerd worden in 2022. Of vandaag kunnen we dat nog niet zeggen. Momenteel zijn we bezig met het consortia van aannemers. Daar doen we dialooggesprekken mee en daar komt nog van alles uit. Optimalisaties, kansen, risico's. En dat zal eigenlijk mede bepalen hoe de fasering vorm zal gegeven worden. Uiteindelijk zullen we dat pas begin 2021 kennen. Natuurlijk hebben zij niet alle vrijheden. Hè. Er is een gans pakket van eisen waar zij moeten al voldoen en daarop zullen zij ook beoordeeld worden. Logisch zal bijvoorbeeld zijn dat men niet Langerbrugsestraat kan afsluiten als ook Elslo zou kunnen afsluiten. Dus dat wordt eigenlijk bekeken hoe de omleiding daar altijd zich zal manifesteren. Doornzelen zal nog altijd ontsloten worden via het ovaal van Wibbelgem. Weliswaar komt daar een quick win bij, met name een nieuwe fietsverbinding die de woonkernen van Wibbelgem en Doornzelen met elkaar zal verbinden. En fietsers zullen dus ook via West- en Oostrelatie het Veer te Donk kunnen bereiken. Dat is eigenlijk het gevolg van de spoorweg. Want als we zouden de afrit realiseren aan Elslo, dan zou het verkeer eventueel, als ze afgereden zijn en willen weg van het centrum rijden, geblokkeerd staan voor de spoorweg. Wat dat dan een aanleiding kan geven tot een terugslag op de R4. En dat willen we ten stelligste vermijden, omdat dat ook onveilige situaties kan teweegbrengen. Vandaar aan de Langerbrugse straat. Maar het verkeer, zeker het vrachtverkeer, zal daar omgeleid worden via de parallelweg aan de andere kant van het spoor, zodanig dat dat niet door het centrum dendert. In bestaande toestand hebben daar sowieso iedereen kent dat, of iedereen onderkent dat liever, een gevaarlijk kruispunt. Er zijn al accidenten gebeurd, dus daar willen we zeker een oplossing aanbieden. En in het verleden is beslist geweest om eigenlijk het vrachtverkeer en het personenverkeer maximaal te gaan scheiden. Ook dat zet in op veiligheid en op leefbaarheid. We gaan het vrachtverkeer via de Tovaal van Wibbelgem een ontsluiting bieden en heeft ook een ontsluiting aan Riemen-Noord, zodanig dat de as Riemensteenweg-Pastorijstraat kan benut worden voor dat lokaal verkeer tussen kernen, wat ervoor zorgt dat ook fietsers en voetgangers daar heel veilig de R4 kunnen kruisen. Als we daar dan toch weer op- en afritten zouden gaan realiseren, dan komen die weer boven lokaal verkeer tegen met allerlei conflicten van dien. Jazeker, wij gaan ook de aannemer laten werken in die tussenliggende zones. Er zijn gedeeltes waarbij dat je ziet dat de weg nog geen vluchtstrook heeft. We gaan hem die vluchtstrook laten aanleggen. En op verschillende plaatsen gaan er ook bijkomende vangrails komen, zodanig dat ook daar weer de weg nog wat veiliger is. In het ontwerp hebben wij de lijn altijd betrokken bij onze keuzes en zij hebben bij alle vergaderingen eigenlijk mee aan tafel gezeten om samen de beslissingen met ons te nemen over hoe dat we de knopen vormgeven en invullen.